En dan vind ik het wel bijzonder om in het gebouw te zijn, maar... Ja. Dinsdag, dankdag. Ik loop eerst even naar jou toe. Jij bent Marnix. Marnix Israël. Klopt. We hebben elkaar net voor het eerst ontmoet. Jij had mij gemaild, want jullie zijn bezig met een actie voor alle medewerkers van Nea Lenia. Ja, klopt. Voor alle medewerkers die nu zo ontzettend hard aan het werk zijn achter de schermen. Leerlingen zijn niet of nauwelijks op school, maar toch wordt ontzettend hard gewerkt door het hele personeel. Digitaal onderwijs, er wordt van alles geregeld. En juist voor onze medewerkers willen we een steuntje geven. Eigenlijk zeggen we petje af voor onze medewerker. En hebben we samen met Mies, de ondernemer hier in Middelburg. Ja, die dat gezicht heb ik al vaker gezien. Ja. Zo zag je zelf begin ik de Miesen te kennen. Ja. Hebben we mooie bakken met violen laten inkopen. En die kunnen ze vandaag en de komende dagen kunnen ze die op school afkomen halen. Het facilitair is gewoon bezig met klussen op school. Maar ook de schoolleiding en enkele docenten zijn toch hun werk op school aan het doen. Ja, ja. Ja, ik ben hoofdfacilitair, dus ik mag het hele facilitaire apparaat. Ja, maar je zei net tegenwoordig, heet dat alweer Mondia, ja, dus de Scheldemond wordt tegenwoordig ook een soort bij ik noem het nog steeds de stedelijke, de SSGM. Ja. Hey, maar de Nea Lenia en Scheldemond, dat is gefuseerd op een of andere manier. Ja, dat is bestuurlijk gefuseerd. Dus het heet samen Mondia Scholengroep. Ja. De actie is voor Nea Lenia hier aan de Kruisweg, maar ook straks voor Nea Lenia aan de Breeweg. En daarna rijdt Richard nog door naar Vlissingen, dus ook het Scheldemond College in Vlissingen. Hoe is het in de bloemenbranche? Want dat gaat bij de ene heel slecht, bij de andere heel goed. Hoe is het bij jullie? Wij fietsen er aardig tussendoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is ook mede door veel initiatieven zoals deze. We hebben er gelukkig al een aantal mogen uitvoeren. Dus bestel bij je lokale ondernemer. Ja, dat is natuurlijk super. Ja. Daar moeten we het nu ook van hebben natuurlijk. Dus, maar ook gewoon klanten in de winkel. Die dragen ook echt het gevoel uit. Ik kom nou een bloemetje kopen. Want iedere ondernemer heeft het extra nodig. En vooral in de bloemenbranche is het allemaal lastig. Dus, ja, maar ik hoor natuurlijk ook wel van... een groot deel van de binnenstad is nog open. Maar de aanloop is echt niet best op het moment. En dat kunnen we gewoon kort over zijn. Maar hoe is de aanloop bij jullie in de winkels? Ook een stuk minder. Ja, ja. Dat is ook ding. Maar wat hebben we hier? Hoeveel stuks viooltjes? 376 om precies te zijn. En jullie hebben dat dan gewoon zo bij de veiling of hebben jullie dat dan nog bewerkt in de zaak of zo? Of komt dit nou zo? Nee. Dit komt rechtstreeks van de kweker. Heb ik via een tussenhandelaar bij ons besteld. Die verzamelt dan de orders bij kwekers. En dit maakt het eigenlijk mogelijk, want dit komt van drie verschillende kwekers af. Dus, het is natuurlijk een heel rijtje natuurlijk. Dus je moest er ook wel even wat voorbereidingen voor treffen. Ja, Brussel. Ja. Hey, jou heb ik nog niet gesproken. Wie ben jij? Hoi, ik ben Martin Terwiel. Ik ben de hoofdconciërge hier op de Kruisweg. En zoals je ziet, in kluskleren. Ja. Maar wel in de zomerse outfit. Zomerse outfit. Ja. We zijn lekker aan de klussen. We kunnen nu veel dingen doen. We gaan zo meteen de gang schilderen beneden. En we hebben het plein al helemaal schoongemaakt met hoge drukspuiten. En zo houden we ons eigenlijk bezig. En het is gewoon hartstikke leuk werk. Ja. Met jonge gasten werken. Het houdt je zelf ook jong. Kijk, dat is een andere kloof. Ja, dankzij jou deze order. En dat gaat normaal gesproken met een handdruk en een bloemetje. Ja. Maar die bloemetje sowieso natuurlijk. Nou, fantastisch. Ja. Kom je vaak op het dak hier? Nee. Ja, hier staan alleen wat airco's en dat soort apparatuur. Ja, het is alleen even ter inspectie af en toe eens even kijken, voor de rest ook niet zeg maar. En deze hier, de mast, dat is voor de 4G? Ja. Van wie is dit grote weiland hier zo daartussen nog eigenlijk? Ja. Ben je geen mens? Is dat in gebruik als... Nee, het is gewoon een grasland hè? Nee, ik denk dat het gewoon... Woon je zelf ook in Middelburg? Nee, Middelburg. Oeh! Nou ja, dat zie je wel liggen vanaf hier, dus dat is voor jou ook... Maar ja, je komt toch je werk door de Middelburg, hè? Ja, wat een stad, hè? Create stories, kijk. Ja. Ze hebben allemaal een eigen klasje, de leerlingen. Ja. Woon je hier? Dit is jouw hoed. Ja, hier bij de asielzoekers. Oh, gezellig. Nou, dat is mooi. Ja, doei.
Hey, fijne dag, Esther. Heb je van mij verloren? Ja, nou ja, heb ik wel eens van je gewonnen, is de vraag. Nee, eigenlijk niet, nee. Mijn oude squashnacht, Merry. Ja. Bij de squash speelden we samen, hè? Ja, ja, ja. Ja, dat is ook alweer 10 jaar geleden of zo? Dat is heel lang geleden. Toen waren we allebei nog slank en onbesuisd. Hey, maar Jan, jij bent hier conciërge? Ja, ik ben hier hoofdconciërge. En hoeveel leerlingen zitten er in dit gebouw? 1100, zoiets. Oh, dat zijn er nog meer. Gewoon 2000 man samen, hè? Hey, de laatste keer dat ik hier binnen liep, werd ik gelijk toegeroepen door Anja. Zit ze er nog steeds? Die zit er nu ook. Is ze er nu ook? Oh, dan gaan we er even naartoe. Ja, dat is goed. Die planten hebben we al gezien. Zullen we even naar binnen lopen? Ja, dat is goed. Of moet jij even helpen? Nee, mijn man is zuster. Die staan met de flirten hier zo. Hoi. Ja. Nee, maar Anja, het is zo leuk om je even te zien. Als je me uitzet, dan vind ik het goed. Oké. Okay. Heel even. Dan zullen we naar het dak gaan? Moet je even daar kijken? Ja? Ja, cool. Via een lokaal. Ja, ja, het wordt allemaal mooi, hè? Zal ik voorgaan? Ja, dat is heel goed. Waarschijnlijk ik denk dat je ja, ik doe nu even. Oh, kijk. Hier kijk je ook gewoon zo op de lange Jan. Ja, maar boven is mooi, hè? Ja, de Waaienburg. Maar is dat die lager gebouw dan nieuw? Ja, de discussie was dus welke is hoger. Maar ik denk dat die wat hoger is. Kijk, gewoon een hele wijk hier, joh. Stukje molen nog. Nou Jan, we gaan dat gat weer in. Het is toch... Het is een kleiner gat dan de andere vestiging. Ja. Maar dat gaan we gewoon doen, hè? Ja. Doe ik wel even hands-free. Hey, dankjewel voor, voor de rondleiding hier zo. En, ja, doe je nog wel een squashje? Nee, ik doe helemaal niks meer. Ik heb geen record meer. Ik wel. Oké. Okay. Ja, dan moet ik toch. Hé! Hey. Ja? Ik film dat even, maar. Ja. Dat gaat niet allemaal soepel. Het zijn gewoon prachtige violen, wat jij? Ik heb niks aan die dingen. Ik heb er nog 2 thuis staan, maar ik kom er wel een derde bij. Ja. Ik krijg er wel een beetje het lentegevoel van. Ja, dat is een leuk idee, wat ze gedaan hebben. Ja, toch? Ja.